Ik kom uit Afghanistan. Toen ik 15 was, ik ben toegekomen naar België. Ik heb asiel gevraagd. Daarna ben ik naar het asielcentrum geweest. Zo'n jaar of jaar en een half of zoiets. En daarna ik ben terechtgekomen naar een pleeggezin. De eerste keer dat hij bij ons is gekomen, heeft hij ook met de kinderen gebabbeld. En heeft hij met hen wat gespeeld en heeft hij ook gevraagd van, zouden jullie dat ook even dat ik naar hier kom? En ze hebben daar positief op gereageerd. En ja, je voelt zo aan kleine dingen van hoe dat die persoon een beetje in elkaar zit. En dan is dat een kwestie van zo naar elkaar toe te werken en te zien van oké, wat zijn gezamenlijke dingen die we allemaal leuk vinden. En zo groeit dat eigenlijk. We waren aan het eten. Maar wij hebben ook twee honden, twee poessen. Hè. Lucas heeft zijn bordje voor hondjes. Zo aan de grond gelegd en hond beginnen te lakken en zo. Ik vind dat een beetje vies, want in onze cultuur moet je geen hond binnen hebben. En van in het begin heeft hij ook die attitude gehad van als er iets belangrijk is, moet ik dat wel zeggen. Want, en dan heeft hij gezegd, oké, dat is goed, maar kijk, we gaan nooit meer een bord aan de honden geven. We gaan dat anders oplossen, we gaan dat altijd in hun bak leggen. En dus je moet dingen durven bespreekbaar maken aan beide kanten. En als dat kan, dan kan er enorm veel. Eerste contact, ik ben voor een nachtje gewoon gekomen om te kijken dat iets is voor mij is of nee, om met iemand te kunnen samenwonen enzovoort. Met een ander gezien dat ik volledig hen niet kon ofzo. Maar bij mij was het een beetje vlot, want ik heb ook zelf 6 zussen, 3 broers. Ik ben niet zo'n persoon dat altijd alleen in een kamer zit ofzo. Ik wil altijd bij iemand zijn dat ik kan mijn problemen zeggen of wat ik voel. Ik herinner me de discussies die we hadden met onze families, met onze ouders, van zou je dat wel doen en dit en dat. En uiteindelijk, op het moment dat daar een persoon staat en je merkt van, ah ja, die is van goede wil, achteraf bekeken is het allemaal enorm vlot gegaan. Die zorgen zoals zij zijn eigen kind voor mij. Zij hebben mij echt de wereld getoond hoe de wereld is. Ik ben op reis geweest bij hun overal en zo. Mijn ogen en hersenen zijn open geworden door hen. Ik wil gewoon zeggen dat wij weten dat er nog veel jongeren zijn die ook in dezelfde situatie zitten, die misschien in asielcentra zitten nu, waar ze eigenlijk niet echt op hun plaats zijn en die wel echt heel veel baat zouden hebben bij een warm gezin. En voilà, als er mensen zijn die zich geroepen voelen om eens te gaan luisteren bij pleegzorg, wat het inhoudt, voilà, ik zou die zeker aanraden om dat eens te doen. En wij voilà, zijn alleen maar heel blij dat Emran erbij is gekomen. Ja. En de rest van de familie evenzeer. Ja. Ja. Ja.